Hoi hoi, we zijn weer weg uit Friesland. We vonden het een beetje te fris daar. Het was wel een super mooi plekje. We zijn nu onderweg naar Hoge Smilde. Eventjes kijken of dat de plaats is. We zullen eens eventjes gaan kijken. Het heet de Reeënwissel. Dit is dus ons plekje waar we de komende 4 dagen gaan staan. Het is een camping en wij staan eigenlijk voor de poort. Er zijn 9 plaatsen en op dit moment zijn we met z'n drietjes. Iedere plaats is verhard, heeft een stukje gras naast zich en uiteraard een stroompunt als je daar eventueel gebruik van wil maken. Kijk, ik draai zo even een klein beetje rond. Hier zie je het Info Camperpark gebouwtje. Daarnaast de kast waar je eventueel geld in kan doen. 1 euro voor 2 kilowatt stroom. Er zijn 9 plaatsen hier op de camperplaats. En je kan gebruik maken van het schone water innemen, het vuile water lozen en de cassette toiletten legen. Zullen we eens even in dat gebouwtje gaan kijken wat er is. Nou, het is in ieder geval bloedverziekend heet hier binnen. Maar het komt er dus op neer van als de receptie gesloten is, dan kan je envelop invullen. Je papiertje invullen, in de envelop doen, geld erin en dat kan je dus in de brievenbus doen. Dan fiets ik hier over de camping. Zie ik ineens een neergestort vliegtuig liggen. Is dat wat? Hang nog een of andere vent in de boom. Kijk. Ja, laat maar lekker hangen hoor. Geen zin nou om die boom mee in te klimmen. Hij hangt lekker in het zonnetje zo. Hoi. Hoi. Wat ben je aan het doen? Roken. Roken? Even peukjes aan draaien. Peukjes voor aan draaien. En als het heel erg warm is, dan heeft Moosjat zijn plekje gevonden onder de camper. Het is dus lekker in de schaduw, lekker windje eronder, dus die ligt daar fantastisch. Zo, fantastische plekken gekookt vanavond. Ja, wat eten we vandaag? Nou, kijk eens. Patatjes en een frikandel. Zat gelijk al in een bakkie. Hartstikke flatje. Hoe krijg je het voor elkaar? Knap, hè? Ja. Nou, eet ze. Ja, jij ook. Hier een replica van het eerste veenhuisje wat in Hoge Smilde vaker tegenkwam in de 17e eeuw. Dus even kijken of er iemand thuis is. Nou. Ah, niet dus. Lekker even een stukje door het bos ontwandelen. Gaan we daar toch heen? Nee. Gaan we het belevingspad op. Daar hebben we dat huisje al gezien. Een slangenkuil. Hè? Ik vind het hier wel erg leuk, moet ik zeggen. Ja? Nou, dan zijn we pas net 5 minuten in het bos. Nee, maar gewoon heel de camperplaats. Ja, absoluut. Soms heb je wel eens dat je op een plaats aankomt dat je denkt van ja, dat is leuk. Ja. En soms kom je ergens aanrijden dat je denkt, dat is niks. Hier en de wandel weer weg. Ja, nou dan gaan we daar eens heen. Lekker rustig hier. Je hoort alleen maar de vogeltjes. En dat thuis af en toe. Maar ja, kon ze niet weer bij de camper laten zitten. Kijk, ik wil even laten zien.
Kijk, het belevingspad. Alleen wij lopen hem andersom, denk ik. Dus we gaan zien waar we nog tegenkomen. We zullen het beleven. We zullen het beleven, ja. We gaan het beleven. We hebben het even gegoogeld. Wat nou precies het belevingspad is. Vandaar dat ze het erg leuk vinden. Hoezo? Het is gespecialiseerd op kinderen van 4 tot 12 jaar. Ja, speciaal voor kinderen van 4 tot 12 jaar. En, het is 2,5 kilometer. Ja, 2,5 kilometer. En dat is om ze een beetje in het gereel te houden natuurlijk. Daar hebben ze ook wat te doen. Dus. En als ze dan ook nog eens even allemaal de snaal te houden als ze er lopen, dan is het helemaal mooi. We hebben er nog geen één gezien. Nee. Alleen wij lopen er. Ja, zo moet het ook. Oh. Lekker rustig. Onze vrouwelijke Freek Vonk. Spoor aan het zoeken. Nee, serieus, kijk. Zijn dat beren? Nee, het zijn grote rode mier. Die is met een spin of zo bezig. Grote rode mier met een spin. Nou, zo eens kijken. Ah. Ja, knap of knap? Hij gaat er nou alleen vandoor zonder spin. Ja, dat komt nog juist niet. Hij denkt op zout hier. Nou, we zijn weer wat tegengekomen. De boomstammen trap naar de tv-toren. Let op. Daar zie je inderdaad allemaal boomstammen. Met gaten uitgehouden. De tas heb hem net 3 keer gelopen al. En dan helemaal daarboven. Althans helemaal. Daar zie je dan de zogeheten tv-toren. Nou, daar zou Van de Ende blij mee wezen. Die huisjes zie je heel veel. Alleen niet zoveel in Nederland. Je ziet ze meer in Duitsland. Van die kijkhuisjes. Ga eens kijken of ik erin kan klimmen. Zo te zien is het open huis. Nou, ik zit dus in mijn huisje. Hier een bordje, sporenpad. Kun je de sporen herkennen van de eekhoorn en de vos enzovoort. Maar goed, mijn huisje. Even wild spotten. We zullen hem eens een beetje inzoomen. Kijken of we mijn muis zien. Weinig te beleven, geloof ik. Maar volgens mij moet je geduld hebben daarvoor. En de tas loopt volgens mij al 1,5 kilometer verder. Ik zie daar wat bewegen. Zien jullie het ook zo? Midden van het beeld. Kijk daar, achter die bosjes. Lijkt wel een vosje of zo. We zullen eens kijken of we wat dichterbij kunnen komen. Moet ik wel heel voorzichtig doen. Zo, trappetje afgeflikkerd. Ik zie al wat het was. Het was Mosi. Ook dit soort houtsnijwerken kom je hier tegen. Dat is heel leuk om te zien. Dit en hier. Een stukje verder staan er ook nog een paar. Ziet meneer de uil. Hier ook nog een grote havik. Beetje zo draaien voor het zonnetje. Kijk, hartstikke leuk joh. Leuk gebied hier. God mag weten hoe het heet. Ja, Drents-Friese Wold.
Zo, we zijn even een stukje aan het fietsen. Ja, lekker. Ja, we hadden een route uitgestippeld van 30 kilometer. En, het gaat er uiteindelijk gaan het er geloof ik 46 worden. En we moeten er nu nog 8. Dus we waren een beetje de nummertjes kwijt. Het is wel leuk dat het fietsnetwerk. Ja, die knooppunten, dat werkt goed bij ons, hè? Ja, dat is namelijk niet de eerste keer. Dus gelukkig had ik een paal geslagen ook. En op de terugweg zien maar navigatie aangezet. De Google Maps. Lang levende navigatie, want anders komen we nergens. Nee, maar goed joh. Dan hadden we nu weer in Friesland gezeten. Wel pijn in mijn reet zeg, van de zadel. En het is een gelzadel. Ja, omdat er geen spek meer op zit. Kijk, we zitten bij de kalken, oude kalkovers. Kijk, zie je het zo? Ja, helemaal leuk hè. Ja, oude kalkovers. Nou, nog even een klein stukje op fietsen en dan hebben we het weer gehad voor vandaag. Zo is het.